Maar ja, en ik weet het niet zo goed. Ik weet in ieder geval wel dat het voor haar heel belangrijk is om bevestiging bij mensen te hebben. En ik denk dat ze dat vooral ook ziet en steun te krijgen. Kijk, als je dezelfde mening deelt, dan werkt dat zo. Dat het een soort moment van binding creëert. En dan heb ik gezegd ook ja, en ik bespreek al mijn stemmen met iemand bijvoorbeeld, waar ik op wie ik kan stemmen. En dan deel je dat. Dat zorgt voor hechting. Want dan denk je daar hetzelfde over. En als je daar dan anders over denkt, terwijl diegene bijvoorbeeld, en jij wil graag dichtbij diegene staan. Ja, dan zit daar een in. Maar je kan het beter maar met elkaar eens zijn. Want ja, dat zorgt voor versterking en kracht en binding. En dat is het, denk ik, waar zij heel erg naar op zoek is zo van. En zij heeft graag in Utopia de sterke mensen om zich heen. Want dat is, zo slim is ze nou ook wel weer. Dat natuurlijk ervoor zorgt dat je natuurlijk wel gewoon heel sterk staat. Ja, dat zou best wel kunnen. Want ja, in eerste instantie kon ze natuurlijk meer dan niet luchten. En nu opeens dan is het dikke mik. Ja, klopt. Wij gingen ook niet zo goed met elkaar. Nee. Nou, ja, vooral lag dat bij mij. Maar... ja. Dat moet je al in het begin direct... Kijk, en Jessie was al direct, want dat is natuurlijk Kees. En de hele had het plan bij elkaar. En het is natuurlijk van tevoren, voordat zij hierin gaan, is dat natuurlijk al gezorgd van, nou, die jongen die... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, daar was zij idolaat van. Want dat was in het begin al Jessie voor, Jessie na. Ja, klopt. En dat Jessie daar in het begin een beetje anders over dacht. Maar later is dat natuurlijk ook weer goed gekomen. Ja, maar ja, goed. Dat is natuurlijk ook die soort van verbroedering. Hè? Als je heel veel met iemand eens bent. Ja, dan vindt diegene hier een stuk leuker. Ja, en ik denk ook als jij bijvoorbeeld ook buiten hier natuurlijk mensen om je heen hebt die dezelfde vriendenkring hebben. Dus zij kent best wel mensen die Jessie ook kent. Hmm. En dan kent Jessie haar dan niet. Maar weet je wel, er zijn wel... Kijk, en Kees is daar een heel groot verbindingsstuk in natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dat het niet goed gaat met Kees. En ja. Dat brengt toch even een stukje extra lading mee. Ja. Ja, het is in ieder geval, het is een hele lieve vrouw. Ik mag haar graag. Maar dit soort dingen, dan denk ik echt af en toe van... Ik kan jou niet peilen. En als het puntje bij het paaltje komt, waar ben jij dan? Ja. En dat vind ik heel jammer. Want dat zorgt er wel voor gewoon op een bepaald moment dat dingen wel heel wankel worden. Ja, tuurlijk. En daar moet je altijd ook een beetje mee oppassen. Want kijk, volgens mij is zij het beste met jou. In de zin van... ja, dat weet ik niet. Ja, het zou kunnen. Ik denk, wat zij ook al vaker zegt, van joh, ze heeft jou heel hoog zitten. Ja. Hoger dan andere mensen. In de zin van... hoe noem je dat? Ja, misschien zijn wij het dichtst bij elkaar. Ja, laat ik zo zeggen. Ja, en zo ziet zij dat ook. Maar ja, goed. Dit helpt natuurlijk niet mee. Om te zeggen. Het is niet zo van... nou, je bent het wel echt aan het sterker maken of zo. En dat snap ik dan niet. Want je laat iemand wel een soort van in de steek. En dat weet je zelf dan ook wel. Want volgens mij kun je je heel goed verplaatsen in iemand anders. Want als je het andersom had gedaan, had ze het ook niet chill gevonden. Nee, dat weet ik ook zeker dat ze het niet chill had gevonden. En dat geeft ze ook dan verder wel in aan. Kijk, en het is ook al verder aan mij. Kijk, want ik hou in bepaalde dingen ook wel een beetje afstand naar haar toe. Dus misschien moet ik daar dan ook duidelijk in zijn. Maar goed, weet je, een aantal dingen is het wel gewoon dat wij echt totaal anders zijn. En dat en dit soort dingen, kijk, ik had dat nooit gedaan, Ger. Ik had nooit gedaan dat als mensen komen eten, was één grote ding. Had ik lopen schelden dat het hier één grote bende was. Maar ik had mijn taak wel uitgevoerd. Maar hier, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb hier ook hele rare dingen gedaan. En daar ben ik ook niet altijd even trots op. Maar ik zou het niet over mijn hart kunnen verdragen om gewoon je verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een oudere dag gewoon... compleet los te laten en er ook gewoon niet eens te zijn. Want dan gaat het heel ver hoor. Ja. Want die mensen die komen voor ons, voor ons als groep, en hebben ze heel veel zin in. En dan ligt zij op bed. Ja, ik heb daar ook verder helemaal geen woord met haar over gesproken. Want ik, weet je, ik kan het wel met haar delen, maar dat heeft verder niet zo heel veel zin. Want ze weet een beetje de strekking van het verhaal. Maar ik vind het zot van woorden dat je dat gewoon durft. Dat je dat gewoon kan. Ik kan het niet begrijpen. Ik zou me schamen. Ik zou me diep schamen. Of in ieder geval dan zou ik vanuit mezelf al een smoesje bedenken van jongens, ik ben ziek. Of in ieder geval iets zeggen. Ja, maar dat is uiteindelijk wat ze gezegd heeft, hè? Dat ze zich niet lekker voelen. Nee, maar tegen ons als Utopianen. Ja. Maar tegen die mensen die gaan de aflevering terugkijken en dan zien ze precies wat er gebeurd is. Ja. Als de juiste beelden worden uitgezonden, wel ja. Ja, je kan het niet maken. Dan ben je dan... Nou, dan kom je nooit meer aan het werk. Ja.
En dit soort dingen ook. Dat is gewoon heel makkelijk te voorkomen. Ja.